De Verenigde Naties heeft 11 februari uitgeroepen tot de Internationale Dag van Meisjes en Vrouwen in de Wetenschap. In het kader hiervan hebben studenten van de masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources in samenwerking met de Suriname American Alumni Association gisteren het event Hidden No More georganiseerd. Daarbij is de film Hidden Figures afgedraaid. Het doel van de avond was het creëren van bewustwording bij Surinaamse vrouwen over hun bekwaamheid en talent met betrekking tot leiderschapsposities in de Surinaamse samenleving. Karen Williams, ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, stelt het op prijs dat er ondersteuners zijn van vrouwen in de wetenschap. Work still must be done to enable women to have full and equal access to participate in STEM education and occupations. Our speakers this evening, Dr. Ventian and Dr. Ersel, did I say it correctly? Yes. Will share their experiences as women working in STEM. I hope that this inspires our audience to recognize their contributions to STEM and the contributions made by countless other women, and encourage all of the young women among us and our acquaintances to pursue STEM careers as it matches with their interests. Shanti Venetiaan, decaan van de faculteit der Wis- en Natuurkundewetenschappen, zegt dat het duidelijk is dat er meer heren zitten op de faculteit der Technologische Wetenschappen dan bij andere opleidingen. De arts, Martelise Eersel, verzorgde een motivational speech. Ze is trots dat er nu meer vrouwen studeren dan in haar tijd. Afspraken nakomen, durven. Want we zien dus dat inderdaad op het niveau van de studie, van de bachelors, daar zijn er veel vrouwen. Maar natuurlijk, hoe hoger je komt, hoe minder vrouwen je zal zien. En dan ga je moeten durven. Want dan ben je misschien de eerste vrouw van dit of de eerste vrouw daar. Gewoon gaan. Ja? Jezelf laten zien, jezelf profileren. Kansen grijpen die worden aangeboden. Zoals Shanti aangaf, is het aantal dames momenteel groter dan het aantal heren bij de medische faculteit. Dat was niet altijd zo. Ik ben van class of 76 en toen waren er 8 dames en 22 heren. Ze waren verre in de minderheid en geleidelijk aan heb ik het aantal dames zien groeien. Zodanig dat er nu sommige jaren veel meer dames zijn dan heren. Men noemt dat de feminisering van het medisch beroep. Dat was Martelise Eersel en daarvoor Shanti Venetiaan. Ze hebben gisteren motivational speeches verzorgd bij het event Hidden No More. Het evenement is gehouden in de University Guesthouse aan de Leisweg.